beginnen wat er tegenover het werk van Banerjee en Duflo meestal wordt aangebracht, is dat de verbeteringen die worden gerapporteerd, dat die eigenlijk relatief klein zijn. Werkt ik met percentages, dan zeggen er is zoveel verbeterd en er is zoveel meer aanwezigheid enzovoort enzovoort. Maar men weet eigenlijk heel weinig over wat dat betekent voor de mensen zelf. Waarschijnlijk zal er wel een zekere welvaartsverhoging gebeurd zijn voor die beperkte groep van mensen, maar men weet niet echt hoeveel. En er is veel kritiek op de manier van rapporteren van die percentages door Banerjee en Duflo. Ze worden soms overdreven voorgesteld, is de kritiek die we lezen. En wat er ook is ten opzichte van die welvaartsstijgingen, is dat ze eigenlijk veel te klein zijn als je het macro-economisch gaat bekijken. Ze zijn bijvoorbeeld helemaal niet voldoende om de kloof met de rijken in de landen waar die dingen dan worden toegepast te verkleinen. En ze kunnen ook helemaal bijvoorbeeld niet verklaren waarom dat in landen zoals China de strijd tegen de armoede zo succesvol is geweest. Dat is helemaal niet gebeurd. Daar zijn honderden miljoenen mensen uit de armoede getrokken door het inschakelen van China en de globalisering. Met alle mogelijke negatieve effecten ook elders in de wereld, we weten dat wel. Maar uiteindelijk, waar wij hier in de jaren 70, 80 voor pleiten, en de armoede in het arme zuiden, dat moet er toch uit. Wel, daar is men erin geslaagd. In India is men daar iets minder in geslaagd, maar het is ook sterk verbeterd. Maar dat is dan niet door het soort experimenten van Banerjee en Duflo, maar door meer van die macro-economische politieken die zijn toegepast door de overheden. Men doet niets aan de instellingen, oké, want die zet men apart, hè. Die instellingen, daar wet men niet aan. Zelfs als die verkeerd zouden zijn, dat mag in een dictatuur zijn, dat hebben we al aangehaald. Terwijl de grote vragen, hè, de grote vragen van de ontwikkelingsstrategie, wat met de consumptie, met de investeringen, met export, met uitvoer, met invoer, met openbare financiën, met schuld, financiële wereld, regulering daarin, dat wordt gewoonweg niet behandeld, doordat men zich alleen maar op die kleine micro-economische gevallenstudies gaat buigen. En dan zijn er ook nog heel wat kritieken op de randomized control trials. Het is hier ook al gezegd, het is niet omdat dat werkt in die specifieke situatie. In een bepaald land, in een bepaalde stam, dat overal werkt. Men heet dat de zwakke externe validiteit. Het werkt in de trial, maar werkt het ook elders. Werkt het als je het overal gaat toepassen in datzelfde land, maar ook gaat toepassen in andere landen in de wereld die arm zijn. En die resultaten kunnen dus moeilijk veralgemeend worden. Er zijn ook problemen met de interne validiteit, dus van het project zelf. Bijvoorbeeld is er vooral veel kritiek op de slechte ethische afdekking van dat soort van experimenten. Wat gebeurt er in de praktijk? Ik heb het hier al als voorbeeld gegeven. De ene krijgt een subsidie, de ander niet. De ene krijgt een microkrediet, de ander niet. Het is natuurlijk wel geen detail in het leven van die mensen daar. Hè. Dus niet wij die een gratis product krijgen in de cinema, in de supermarkt, of geen gratis product krijgen. Dat gaat daar wel over fundamentele levensreddende of levensbedreigende verschillen. Hè. Dus die ethische kant van de zaak, waarbij dat er dus academici van buitenaf gaan interveneren in de levensomstandigheden van die mensen, dat is niet zonder ethische complicaties die nogal gemakkelijk opzij worden geschoven. Dat derde punt, dat heb jij ook aangehaald, de stakeholders, betrokken politici. Stel nu maar, je bent zo'n, weet ik veel, een baas in zo'n lokale gemeenschap, tot de overheid behorende, en daar komt er daar een die aan een stuk van de bevolking dingen uitdeelt en dan de andere niet. Ja.
moeilijk om daar neutraal over te blijven, om daar niet in te interveneren. Zelfs van academici wordt soms gezegd dat zij daar belang bij hebben om bepaalde dingen te manipuleren. De media vinden dat prachtig, die kunnen daar ook in gaan manipuleren. Dus vandaar dat men soms, het is een fundamentele kritiek dat die als stoorzenders gaan fungeren. En ten laatste, het is een redelijk dure manier van werken, want dat kost redelijk veel geld, die trials. Daar zit heel wat ontwikkelingsgeld achter, die nu stilletjes aan getransfereerd wordt van de klassieke manieren van ontwikkelingsgroep naar die randomized control trials. Dus dat zijn de dingen die je leest in de literatuur. Dat heb ik niet uitgevonden door te lezen in die teksten, maar er zijn kritieken, er zijn boekbesprekingen enzovoort die daar heel diep op ingaan en die eigenlijk zeer unaniem zijn in de kritiek die er over Banerjee en Duflo wordt gegeven. Goed. Ik heb nog één slide, maar het is helaas een lege slide. En nu is het eigenlijk aan jullie om een beetje algemene conclusies te trekken. Wat vinden jullie nu zelf na het lezen van die drie teksten en gehoord te hebben wat we vandaag gehoord hebben? Moeten wij nu pessimist zijn? Kunnen wij optimist zijn met Banerjee en Duflo? Of moeten wij pessimist zijn met Acemoglu en Robinson?